Teken Kunda. Oh, dit... we hebben alleen zwart. Dat gaat om de contour. Een uitdaging. 1 minute later. Ik ben klaar, man. Maar ik doe even nog voor dit even erbij. Nee, ik heb alles in brand. Dit wordt echt een zware dag, dit jongen. Welke bank zit er snabbelt het meest bij? Welke bank zit er snabbelt het meest bij Gerard Joling? Oh. Ik moet dan altijd meteen denken aan jij die de opening deed, dat je even handje contantje. Dat leuk verhaal, hè? Ja, dat ben ik Sinterklaas. Daarom moet ik meteen aan jou denken. Wie van jullie ziet zijn toekomstige kind als YouTube views kanon? Ja, Koen. Verdienmodel achter zich. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een groep. We zijn hier vandaag met een nieuwe aflevering van De Knop. Hey. Kanaal van Prime Video en we zijn er helemaal klaar voor. Wat heb jij daarvoor? Komt-ie. Nee. Er staat een kreunrol erop, maar ik had iets anders verwacht. Of was het Raoul? Gast, hou op, ik word echt motorgeil. Ik klik. Noem om de beurt een eigenschap van Raoul. Oh. Met een letter. Oei, ja, dit is met een man. Zin in. Oh, dit is oordeel. Echt de moeilijkste vraag ooit. Hebben jullie een liedje voor? Oh. Ik begin. Lief. Lelijk. Ah, die wilde ik ook doen. Lik verslaafd. Nou. Van de ben ik nu weer of doe je zo? Ja. Oh ja. Ontzettend lekker. Lange piemel. Oh, je doet het al zelf mee. Ja. Ontzettend lekker. Lui man. Lekker. Lachabekkie. Logistiek goed op orde. Dankjewel. Doe je nu niet meer mee? Lummel. Lantigvant. Oh, dat ook wel. Lang leven. Shit, ik ben af. Ik kan alsnog links zeggen ook, denken. Want dan is dat dubbel dan weer. Lucie. Ik ben ook links trouwens. Lucie? Ja, dat begint wel op de L. Hallo. Jij bent aan de beurt. Nee, ik heb links gezegd. Ik vind het heel ongemakkelijk worden, maar dankjewel man. Hey. Welke bank zit er snabbelt het meest bij? Welke bank zit er snabbelt het meest bij Gerard Joling? Oh. Ik moet dan altijd meteen denken aan jij die de opening deed, dat je even handje contantje. Dat leuk verhaal, hè? Ja, dat ben ik Sinterklaas. Daarom moet ik meteen aan jou denken. Hey, wat ik dus had, ik werd dus ooit gevraagd door een coach, een soort managerachtig type, weet je wel. Van creators. Oh, die ja. Nee, maar die zei van op een ijsbaan in de buurt willen ze een opening doen met cash, ijsbaan. Want die hebben het elk jaar. €800 cash. Nou, moest je lintje door knippen? 2 uur moest je daar zijn, even op de foto. Nou, ik ben meestal natuurlijk, ja, ik geef natuurlijk alles gewoon aan bij de Belastingdienst, maar deze keer dacht ik... Even witwassen. Ja. Dit is wel een mooie opportunity en toen heb ik dat dus gedaan voor €800. Dat is echt de smerigste snabbel die wij ooit hebben gedaan, denk ik. Envelopje. Maar dit is puur hypothetisch. Ja, heb ik gedroomd. Ja, gedroomd. Dat is een droom. Ja, is niet echt. Maar toen kreeg ik ook dat envelopje. Van de zo van, het is goed, ja, van die gozer die daar werkte. Toen ging ik terug naar mijn auto. Ik vond het zo, ik denk, het zou wel kloppen, weet je wel. Toen ging ik naar huis meteen, loose, weet je wel. Ik doe hem open, €500. Nee, dat kan niet. Nee, moet ik naar huis gaan, want ik durf natuurlijk niet. Ik de manager bellen, dit kan natuurlijk niet. En toen kreeg ik nog €300 erbij. Dat was natuurlijk de deal, hè. En die andere screenshotje op WhatsApp nog kijken van, oh, ben ik hier genaaid. Nou goed, dat was de vieze en BTW afgedragen? Ja, ik heb toen gestort en toen achteraf zo'n factuurtje gemaakt. Ja, goed zo. Dit was wel een vieze snabbel, ja. Ja, dus jij bent een grote snabbelaar. Maar even. Vinden jullie een story een snabbel of is dat gewoon een samenwerking? Ja, een story is absoluut een snabbel. Nou, dan zijn we eruit. Dan zijn we allemaal gewoon vuile, vieze snabbelaars. Iemand anders mag klikken, ik heb net geklikt. Hatsikidee. Wist je dat de groene tekens in de openingsscène van... vraagteken, geen regels, code zijn, maar eigenlijk... vraagteken. Oei. Die designer had inspiratie gehaald uit de Japanse... vraagteken van zijn vrouw. Ja, ik weet het allemaal. Ja, je moet dus 3 dingen opschrijven. Ja, ik heb hem. Oh, maar jullie zijn hier natuurlijk niks serieus dat opschrijven. Jawel. Ik denk oprecht dat ik hem weet. Nou, Roel, laat maar zien. Nou, het is The Matrix. De openingsscène van The Matrix. Oké. Geen regels, code zijn, maar ik heb eigenlijk zinnen. En de designer had inspiratie gehad uit de Japanse boeken van zijn vrouw. Maar is het echt? The Matrix wel. Maar de andere twee weet ik niet. Wat? Ik heb wel een goed idee. Ik heb de regels, tekens in de openingsscène van Zoep in Afrika. Ja. Zijn geen regelscode, maar eigenlijk dode dieren. Zou goed kunnen. De designer had inspiratie gehad uit de Japanse van zijn vrouw. Nou, Matthias het Lam! Is dat goed? Koen, ik ben benieuwd wat jij... Ik heb de groene tekens in de openingsscène van Bombini 2. Je moet het wel zeggen. Code, maar eigenlijk de Bijbel. De designer had inspiratie gehad uit de Japanse sushi tent van zijn vrouw. Ja, nou, die zou best wel goed kunnen. Maar Japans moest ik ook meteen naar sushi denken. En toen kreeg ik dat ook niet meer helemaal. Ik heb het volgende. Ik ben met Roel meegegaan. Groene tekens in de openingsscène van The Matrix. Geen regelscode, maar eigenlijk letters. De designer had inspiratie gehad uit de Japanse stem van zijn vrouw. Het is meer hoe ze praten. Ik had zin in sushi. Ik kom niet verder dan op Man City doken. Want die heb ik gezien. Die vond ik echt goed. Die kan het wel goed zijn hoor. Zijn wij benieuwd naar de antwoorden? Nee. Dan klikken we op de knop toch? Nee, ik denk dat de antwoorden niet staan. Oh! Zo! Oh. Yes,
recepten! Sushi recepten, ouwe. Oh, en boeken. Roel, boeken goed? Ja. Sushi recepten? Hey. Nou, zullen we naar de volgende gaan? Ja. Roel, doe je ding. Bam. Oh. Oh. Zo, wat gebeurt hier? Hoe voelt het om rijk te zijn? Oh. Lieve mensen, welkom bij mijn stulpie. Wij drinken voor twee. Money op de money. Niks voor mij. Caviar. Wat is dit hier? Hey, blijf op, kom nou! Lijpe wat is dit? Oh, Donnie op de money. Zo! Ik ben wel hyped voor. Mag ik helaas niks over zeggen? Hoe is het om rijk te zijn? Ja. Ik denk niet dat ik rijk ben. Nee, ik denk ook niet dat ik rijk ben. Ik denk maar één iemand deze vraag. Ik ben een rijk man, maar ik heb niet heel veel. Echt rijkdom is toch gewoon als je leuke vrienden en familie om je heen hebt. Rijkheid zit van binnen. Ja, en in je portemonnee natuurlijk. Of niet, Koen? Nee. En leuke collega's, dat ook meer rijk zijn? Dat vind ik wel meetellen. Jammer dat ik dat niet heb. Ja. Nee, maar wanneer ben je rijk? Ja, ik denk dat als je alles kan kopen wat je wil qua geld. Als je gewoon echt op de zaaf bent, man. Huh? Als je echt op de zaaf bent, dan de money. Op de monies. Dat je gewoon, als je wil, een vind je jezelf een rijk? Geldtuig kan aanschaffen. In de liefde. En in het geluk van de man. Ja, defineer rijk. Betekenis rijk, veel geld en goed bezittend. Is rijk dat je... in de top 10% van je leeftijdscategorie zit of zo. Ja, maar je zit in de top 1. Top een half. Jij zit top 1 persoon. Ja, misschien 11. Dat ga je toch niet zeggen. Ja, je wordt echt niet zoveel gelukkig van. Het is wel gewoon chill dat je gewoon ook leuke dingen kan doen. Je kunt wel zeggen, ik mag het alleen niet. Tot 70.000 euro per jaar maakt het echt qua voor je geluk uit. Ik moet zeggen, bij mij... Ik verdien een hele hoop. Ik heb weinig. Nou, volgende vraag. Hoe voelt het om rijk te zijn? Ja. Slecht. Wanneer ben je rijk? Ja. Jij bent rijk. Nee, ik ben gewoon niet arm. Kijk eens! Oh, goed! Teken Kunda. Oh, dit kan... We hebben alleen zwart. Dan ja, gaan we gaan om de contour. Een uitdaging. Het gaat dan echt om de... Mannen, ik ben zo benieuwd naar jullie. Doe jij zelf ook een eigen portret? Oh, wat krijgen we hier? Oh, een kookwekker. Oh, een kookwekker. Dit is een stijve tape, het is koud. Dit is een trillend ei wat je van afstand kan besturen bij je vriendinnen. Nou, kom maar even dan in. Oké, ja. Jij hebt nog 30 seconden. Ik ben klaar, man. Had ik dit even nog voor dit even erbij? Hij doet het dan maar niet. Ik zweer het, als je dit aan mij zou laten doe verkeerd om. En je zei, iets. Dit wordt echt een zware dag, dit, jongen. Heb je jezelf ook getekend? Ik heb mezelf getekend. Mannen, ik ben heel benieuwd. Koen, begin jij met jezelf. Jij kijkt jezelf als best. Oh, je hebt jezelf omschreven in één woord. Dit is niet tekenen, man. Dit is schrijven. Nee, ik heb mezelf gewoon getekend. Hoe ik mezelf zie, is dit. Seksgod. Seksgod. Nou, leuk. Die wint sowieso niet. Zal ik nu? Ja. Ja, goed hoor. Een grote neus gehad. Oh, goed, ja. Die grote neus. Is het nog nooit opgevallen dat Koen echt grote neus gaat? Nee, maar is dat nog een neus gehad? Dat is wel mee. Maar dat komt omdat je een vrij grote neus hebt. Koen heeft ook helemaal geen rond hoofd. Je hebt een beetje een spitsig hoofd. Ik heb een spitsig hoofd, maar het zijn geen kleine neusgaten. Ik ben een vrouw houden. Ik heb alles in verhouding. Kijk, je baas en je schoon. Een soort paaseiland. Ongelooflijk grote schans. Ja. Die neemt Matty eerst. Oh, maar ik eerst. Ik heb dit getekend. Oh, ik haat hem zo erg. Ja. Ik moet zeggen, die neus klopt wel. Oh, dat is altijd. Het is toch cool, toch een sick en een baard. Kan je een Furb tekenen? Furb ligt niet meer in mijn arsenaal. Oké, okay. Ik heb Koen ook getekend. Deed echt goed. Kijk. Met geld en kaarsje, weet je wel. En die burgerjas. Hij lijkt op die gast van Suske Wiske met die neus. Ja, Lambiek met een snor. Dit is Koen, toch? Ik vind... Als je deze graag mee naar huis wil nemen... Hoezo is jouw neus heel veel anders dan die van... Dat is toch met dezelfde? Deze is te koop trouwens, mensen. Nee, goed. Hoi. Wie van jullie ziet zijn toekomstige kind als YouTube views kanon? Koen. Verdienmodel achter. Als er geld verdienen kan worden, dan is Koen erbij. Zijn er mensen die van ons geen kind willen? Ja, maar ik... wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik weet dat mijn kinderen worden al gepest omdat ze kind zijn van mij. Laat staan dat ze ook nog gefilmd zijn door papa. Met kind van jou bedoel je dat vanwege hun uiterlijk dan? Ja, en innerlijk ook wel. Ja, innerlijk en uiterlijk. Zou onze kinderen gepest kunnen worden omdat... Ze absoluut niet grappige vaders hebben met hele rare filmpjes van in een bad met stroop. Stroop. Nee, iedereen vindt... Stroopkindje. Die kinderen van 12 zijn echt oude mannen. Dat is niet leuk, toch? Maar dan tegen die tijd zijn we 40. Ja, legendarisch. Dat zijn dan... Ik denk dat dit je rest van je leven gaat achtervolgen. Ja, ik denk dat dat... Maar wie zou dan dat kind filmen voor views? Ik zou het niet doen. Nee, maar jij hebt wel eens eerst nog, denk ik. Kijk, in de weekvlog komt dat kind toch een keer voorbij, weet je wel. Ja. Je moet het ook een keer wel oppassen, zeg maar.
Jij gaat je kind waarschijnlijk ook elke dag naar de dagbesteding doen. Dan ben je daar zelf van dagbesteding. Dat is wat opa's en oma's. Naar de brug. Je hebt wel je vriendin compleet uitgebuit voor views. Oei! Steven. Mijn kinderen niet. Oei, pak even de popcorn erbij. Kinderen, daar ligt de grens. Volgende vraag. Nee, die knop even. Nee. Geprankt. Nee, ik denk het niet. Ik ben er wel klaar mee. 1, 2. Wie zei? Ik vind Robbie de leukste bankzitter. Ja, dat moet ik wel zelf zijn geweest. Het kan toch niet dat iemand dit met een serieuze ondertoon heeft gezet? Hebben we allemaal wel eens opgeschreven? Ik heb ons Ger. Oh, ik heb ook Gerry. Oh, dat is wel mijn moeder. Ja, maar gek. Sorry. Matt heeft het uitgevecht, maar was ook het eerste wat hij had. Ons maat. Ik heb Milo, want ik vind jou echt... Oh. Wow, what a love story, hè? Nou, laten we klikken, dan kunnen we zien wie deze... Ik heb enig idee, ik ben benieuwd. Oh, ik had nog even iets, nou. Ja, ik wist het! Ja, ik had deze ook! Nou, ik ken jou en Robbie heb ik hem eens gepraat. Robbie, denk ik. Oh, yo! Ja, dit wist het. Dit is een typische geval als je voor Hard to Get spelen. NBA-campagne was trouwens ook... De NBA vindt erop zo'n leukste bank zit. Plaats, waar stond te dienen. Lava, wat... Oh, hey! Dames en heren, jongens en meisjes, dank jullie wel voor het kijken. We hebben er weer van genoten, jongens. Het was weer fantastisch. Abonneer op het kanaal van Prime Video. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering van... De Knop. Hey, knoppie.